Ik ben Hilde van Garderen, lijsttrekker van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Almere is een fantastische stad om in te wonen en te werken. Ik ben trots op onze stad. We hebben een schitterend stadscentrum, prachtige evenementen en in de woningbouw zijn we al jaren baanbrekend. We zien dat Almere in beweging is. Ondernemers investeren weer en breiden uit. Nieuwe bedrijven vestigen zich en onze woningmarkt gaat als een trein. Mijn partij komt op voor alle Almeerders. Niet schreeuwen langs de zijlijn, maar gewoon doen. De afgelopen jaren heeft de VVD veel bereikt op het gebied van veiligheid. Ook hebben wij gezorgd voor minder regels voor ondernemers en meer kansen voor lokale bedrijven. Het financiële beleid van de VVD heeft er tenslotte voor gezorgd dat we nu weer een plus op de begroting zien. En dus kunnen we nieuwe keuzes maken voor de toekomst van onze stad. En die succesvolle lijn die willen we graag met uw stem de komende 4 jaar met veel enthousiasme en inzet voortzetten. Het is zaak om onze stad veilig te houden en samen met onze inwoners en ondernemers kansen te grijpen als die zich voordoen. Zo gaan we samen op weg naar een mooie toekomst voor Almere. Ik vind het een heel groot voorrecht dat ik me de komende jaren namens de VVD voor de verdere ontwikkeling van Almere in mag zetten. Maar daarvoor heb ik wel uw steun nodig. Mag ik op uw stem rekenen?